Je ziet hier de kosten van de keukenverbouwing en de verbouwkostenstoel plus. Ik kreeg de vraag van Danny. En Danny woont in Utrecht en die gebruikt de verbouwkostenstoel plus. En die vroeg, hoe ga ik nou de kosten van de keuken berekenen? En laat ik je zien. Ik heb nu een heel eenvoudige keukenverbouwing ingegeven van 1930 euro. Maar je hebt een stuk of 10 keuzes bij de keuken die eigenlijk de kosten bepalen. Allereerst het keukenblok natuurlijk wat geplaatst gaat worden als dat nodig is. Dan hebben we een aantal budgetten. Eigenlijk 1.500, 3.500, 5.000, 7.500, 10 en 15. En mocht je nou echt een offerte hebben liggen van een keukenleverancier die echt compleet is, let er altijd goed op, want heel vaak is het net niet compleet. En dan komt er meer werk. Maar stel dat je een keuken hebt, dan zet je hier offerte leverancier A, gewoon zijn naam, maakt niet uit. Of ja, misschien heb je zelf een ander budget in gedachten, kun je dat ook hierin zetten. Bijvoorbeeld 16.500. Dan zet je die hierbij. Nou, vervolgens heb je boven in de verbouwkostenstoel plus, ik zal er even toescrollen, heb je de vierkante meters ingegeven van de keuken. Dat is hier. Dus dan kun je de grootte, de vloeroppervlakte invullen van de keuken. Moeten we dan terug naar de keuken. Vervolgens zijn die vierkante meters natuurlijk, dan moet je iets met de vloer gaan doen waarschijnlijk. Dus het sloopwerk. Nou, vervolgens moet het misschien geëgaliseerd worden. Of misschien wel een zwevende dekvloer. Dan vloerverwarming kun je toevoegen. En vloerafwerking natuurlijk met heel veel verschillende vloertypes. Van materialen, dus hout, tegels, vinyl. Of je kan gewoon een budget per vierkante meter ingeven. Of je kan ook hier exact jouw vloerofferte invoeren voor die vierkante meters. Nou, dan is er misschien een plint nodig in de keuken. Er moet iets met de wand gebeuren waarschijnlijk, dus moet opnieuw afgewerkt worden. Ook daar zijn circa 30 keuzes te maken voor afwerking en verschillende prijsniveaus natuurlijk. Dan de deuren waar je mee te maken hebt. Dus het schilderwerk of een nieuwe deur plaatsen en het plafond. En vervolgens heb je de kosten van de keuken zo berekend. En mocht je meer vragen hebben, Danny of iemand anders over de verbouwkosten plus of over andere kosten van de verbouwing, dan hoor ik dat graag.